er is ontzettend veel aanloop hier. Ik zie ontzettend veel mensen lopen. Hadden jullie dat verwacht? Ja, we hopen het altijd wel natuurlijk. En voor de kinderen is het prachtig dat er zoveel mensen zijn. Dus wat dat betreft, goed, tevreden. Organiseren hiervan, was dat nog een beetje lastig omdat er veel verbouwd wordt in de stad? Ja, we zouden aanvankelijk naar het Marktplein gaan bij Niels. En dat is dus afgelast omdat we daar geen ruimte hadden. Zand moest nog weg van beachvolleybal van dit weekend. En nou, toen hebben we verplaatst naar deze locatie. Maar het zit hier mooi compact op het Waagplein en bij de corridor. Geweldig. Ja, dus zeker een aanrader voor volgend jaar zo'n plek? Dat lijkt me wel, want het is lekker compact. Mensen kunnen hier rustig flaneren, geen verkeer. Prachtig. Indy. Faya. Rief. En jullie staan hier op de rommelmarkt. En wat verkopen jullie allemaal? Speelgoed. Zeg maar speelgoed. Speelgoed. Omdat we willen geld verdienen. We willen geld verdienen. En heb je al veel geld verdiend? Ja. En wat heb je allemaal verkocht? Dat weet ik allemaal niet meer, maar ik heb wel heel veel dingen verkocht. En ga je dit vaker doen op de markt staan? Ja. Heb je al wat verkocht? Ja, we hebben heel veel verkocht. Boeken, knuffels, speeldingetjes, heel veel al. Hoe laat zat je hier al? Rond 8 uur zaten we hier al en toen begon het al met te verkopen. En blijf je tot alles verkocht is? Ja, het zou heel mooi zijn als alles verkocht, want dan hebben we heel veel geld verdiend en dan is alle rommel thuis weg. Dan hoeven we niks meer terug mee te nemen, alleen nog maar de lege bakken.